Voordat Louis van Gaal gisteravond de Nederlandse pers te woord stond, sprak hij tegen de Turkse journalisten. In het Engels. De vragen waren vaak langer dan de antwoorden. Verwacht van Gaal dat Wesley Sneijder en Dirk Kuyt geïmponeerd raken door de ambiance in het stadion en dat dat een negatief effect heeft op hun spel. I don't think so. Volgende vraag. Verwacht van Gaal last te hebben van Turkse supporters die herrie maken bij het spelershotel van Oranje. I think that my hotel has double windows, so it's not any problem. And I can sleep always. Dan de wedstrijd zelf. Wat verwacht hij daarvan? I expect that Turkey shall attack with the support of the crowd. And for me it's fantastic to see if my players can play like they can play in this atmosphere. Welk land wordt tweede in de pool en gaat play-off spelen? Turkije of Roemenië? In punten gelijk, maar Roemenië speelt thuis tegen Estland. I think Roemenië. Do you want to know why? Because we beat Turkey. Nou, dat is duidelijk. Maar de Turkse pers wil meer weten. Hoe komt het dat Roemenië meer kans heeft? I think Turkey has the best quality in individual players. The quality of the individual players. But it's more than only the individual player. It's also the team who is important. Met andere woorden, alleen als de Turkse spelers vanavond als een team spelen, hebben ze kans. Anders niet.